heel veel zon. Het is de eerste keer dat ik er loop. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat bevallen. En of ik denk van nog een keer of dit was de laatste keer dan nooit meer. We hebben een fantastisch hardloopgroepje en 5 van onze leden doen mee met de marathon. Dus die moet je supporten. En ik ga misschien ook een klein stukje meelopen om iemand te ondersteunen voor de laatste moeilijke kilometers. Wie support u vandaag hier? Diego Suarez uit Mexico. Mexico! Eigenlijk iedereen. Ik vind het voor iedereen hartstikke leuk. Ooit overdenken om zelf de marathon te rennen? Nee. Maar naar de kroeg lopen vind ik al genoeg. We zijn met alle zusters hier. Ja. En nichten en neefjes. Dus het kwam goed. Het is meteen een soort familieuitje. Ja, zeker. Zeker. Wat doet u om te sporten? Gewoon alleen maar juichen? Of heeft u nog... juichen, hè? Ja. Kramp die is erin geschoten. Ik ben zonder voorbereiding heb ik dit gedaan. Ik werd gisteren wakker. Ik ging naar bokstraining en zag ineens bendes hangen van Marathon Rotterdam. Slim idee of denk je wat heb ik gedaan? Nee, want ik ga altijd tot mijn limits. Trekt u het nog een beetje? Oh hoor, dat lukt me zeker wel. 143ste marathon vandaag, dus schitterend hier. Van Rotterdam is gewoon het leukste. Ja, ja. Die sfeer die hier hangt, die ambiance, de mensen die allemaal supporten, die allemaal positief zijn, dat is... Vanmorgen heel vroeg op mijn brommetje hier naartoe gekomen, want bij de 10 kilometer had ik ook al 5 mensen die ik moest aanmoedigen. Dus u verplaatst zich iedere keer? Ja, we gaan wel naar punten, zeg maar. Eigenlijk is dat support ook wel topsport. Ja, bijna wel. Ja. Ik heb dus het organisatiecomité van Rotterdam opgebeld en die vonden het wel een leuk idee, want ze hebben nog nooit een buitenlandse club hier gehad en wij komen uit Parijs. Dus dat vonden ze heel erg gezellig. Ja. Nou, hartstikke leuk. Ik zie uw collega's, die zijn heel erg gezellig. Oh ja, dat is ook het motto van deze club. Is, we nemen onszelf niet al te serieus. En het gaat er gewoon om een hoop muziek te maken. En zoals in het Frans zeggen, dans la bonne humeur. Met een hoop plezier. Al deze bezemwagentjes staan in de aanslag om meteen te gaan poetsen als het klaar is. Jazeker. We zouden normaal iets eerder beginnen dan nu het geval is. Maar dat komt vanwege het mooie weer. Dus we staan te popelen om onze slag te kunnen slaan. This is the end. Trekt u het nog een beetje? Nee, ik ben kapot. Hey, ik ben hier gesneuveld. Hij niet. En die andere ook niet. En we zijn binnen 5 uur allemaal binnengekomen. Als je uit Rotterdam-Zuid komt, loop je richting de Coolsingel. En net voordat je er bent, moet je zo'n beetje op het zwaarste stuk van de marathon van de Coolsingel weer weg gaan lopen. Dat is mentaal altijd, de eerste 2 keer ook en vandaag ook, een dingetje. Ja, om de plas heen. Ja, ik weet niet, ik kende om de plas heen, vond ik zwaar. Het doel voor ogen wat ik had, gewoon de sfeer genieten en kijken wat je aankomt. Eigenlijk is keihard trainen gewoon helemaal niet nodig. Je kan ook gewoon zomaar gaan.
Nou, als je zo gek als ik ben, blijkbaar niet. Maar ik denk dat voor menig ander mens wel verstandig is om te trainen. Heb je zelf veel vervloekt vandaag? Ja, eigenlijk wel. Ja, ja.